Voilà, daar zijn we. Welkom, welkom, welkom op deze nieuwe Marketing Monday met een geweldige bezoeker vandaag, Jarno de Smet, de groeistrateeg van Vlaanderen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom Jarno en welkom iedereen op Marketing Mondays. We zijn terug live. We gaan het vandaag hebben over strategie en meer bepaald marketingstrategie, want dat is natuurlijk een heel belangrijk item. En we gaan het niet te moeilijk maken. Oeps, ik dacht dat ik die op stil bellen had gezet. Voilà. We gaan het niet te moeilijk maken vandaag. Het is te zeggen, we houden het absoluut laagdrempelig, want dat is nu eenmaal het thema van Marketing Mondays. We willen op een heel laagdrempelige manier iedereen warm maken om aan marketing te doen. En dat is eigenlijk de enige bedoeling van Marketing Mondays. Dus welkom aan diegenen die er live bij zijn of diegenen die het achteraf bekijken. En voilà, Jarno is erbij. Jarno is gespecialiseerd in alles wat strategie is. Jarno doet ook verschillende evenementen. En Jarno bekijkt vooral naast marketing het volledige plaatje van een onderneming. Denk ik toch zo te mogen zeggen. En Jarno, misschien kun je eigenlijk zelf een keer even voorstellen. Dat zal makkelijk zijn. Voilà, dus we begeleiden ondernemers naar eigenlijk twee zaken. Het eerste is financiële rust. En het andere is vrijheid. Omdat ik gemerkt heb dat de meeste ondernemers, de reden waarom dat ze een ondernemer starten, is voor die zaken. Niet iedereen wil multimiljonair worden met 100 man personeel. Allee, ik heb ook, ja, dat is wel verschiet. Maar heel veel gewoon doen wat ze graag doen. De vrijheid genieten om te doen wanneer dan ze het doen. En vooral geen kop zorgen op financiële kant. Hè. Dat ze facturen kunnen betalen, ja. Dat ze als ze iets willen, dat ze dat kunnen doen, wil ze op prijs gaan, dat ze dat kunnen doen, dat ze daar niet in beperkt zijn. En ik merk dat om dat te bereiken, zijn er twee hoofddingen nodig, hè. Twee belangrijke zaken. Enerzijds is de mindset moet mee zijn, een manier van denken is super cruciaal. Maar anderzijds, je mocht nog zoveel positief denken, als je de verkeerde strategieën gebruikt, gaat het ook niet lukken. Ja, als ik wil afvallen bijvoorbeeld, en mijn strategie is om alle dagen twee eclairs te eten, mag ik nog zo goed geloven dat ik ga afvallen, waarschijnlijk gaat het niet lukken, ik ga zelf bijkomen. Dus in die zin is, naar marketingstrategie ook, we mogen nog zo goed gelovig zijn, als we de verkeerde marketingstrategie gebruiken, gaan we gewoon geen klanten hebben, gaan we ook ons factuur niet kunnen betalen, gaan we geen financiële rust hebben, en zeker geen vrijheid. Dus dat is kort wat ik doe en waarom dat ik het doe. Oh, geweldig, geweldig. We moeten zelfs aan marketing doen. We moeten al gewoon aan marketing doen. Hè? Ik begrijp van heel veel ondernemers dat ze, als je over marketing spreekt, dat voor hen een onbekend woord is. Of toch niet goed weten hoe of wat, dat ze moeten aan beginnen. Ofwel dat er drie dingen zijn eigenlijk die mankeren. Dat is ofwel tijd. Tijd is een hele belangrijke, wat ik merk dat ze mankeren. Dus daar proberen wij ook wel wat in te helpen. Door iets ook strategisch misschien, door een marketingplanner aan te bieden, die ze gewoon ook gratis kunnen downloaden. Als je daar begint al een klein beetje op te plannen, hè, kun je al wat tijd winnen. Twee is geld. Velen zeggen, ik heb geen geld daarvoor om dat te doen. Dat is natuurlijk een beetje een vicieuze cirkel. Je moet uiteraard eerst iets investeren om daarna terug te kunnen verdienen. Absoluut. En het derde is kennis. Zeg, dat is allemaal tof. Ik kan nog tijd hebben en geld om het te doen, maar ik weet eigenlijk niet hoe ik er moet aan beginnen. Ja. Dus tijd, geld en kennis lijken, alleen wat dat onze klanten betreft, toch bottlenecks te zijn waar dat wij met marketingplanner en ook wel proberen een oplossing in te bieden. Absoluut. En ik denk ook dat dat de dingen zijn die jij dan eigenlijk ook zegt. Van, stel dat ze tijd hebben en dat ze een beetje kennis hebben, dan gaan ze hier en daar een keer iets doen. Hè. Ik denk dat jij daar ook wel een goed zicht op hebt. Absoluut. Wat ik merk, dat veel mensen zoiets hebben, marketing, dat is een keer iets in een boekje plaatsen en een keer iets op Facebook plaatsen. En ze doen dat dan een keer. Ze betalen daar vaak heel veel geld voor om een keer een artikel in een boekje. Hè, dat zijn soms een paar duizend euro kwijt. En dan is daar nul respons op. Dus hun redenering is, marketing kost geld en we verdienen daar niet aan. Voor mij is marketing de beste investering dat je in je leven kunt doen. Want voor elke zoveel 100 euro of euro dat je erin steekt, krijg je er zoveel 1000 euro uit. Maar als je het goed aanpakt natuurlijk. Voilà, hè? Als je het goed aanpakt en als je het strategisch aanpakt. En ik denk dat daar een groot probleem zit. De meeste ondernemers van kleine zaken, maar zelf ook grotere bedrijven,
pakken het veel te tactisch aan. En wat bedoel ik daarmee? Ze gaan gewoon ad hoc dingen gaan doen. Nou, we gaan een keer iets op Facebook plaatsen. We gaan een keer iets, een artikel maken. We gaan een keer een brief sturen naar mensen. We gaan een keer dit doen. We gaan een keer dat doen. Maar er zit daar geen lijn in. Er zit daar geen strategie achter. Er is daar niet over nagedacht. Van kijk, dat is ons jaar. Wanneer gaan we wat doen? Waarom gaan we dat doen? Hoe gaan we dat doen? Er zit daar geen groot plan in. Wat is de reis die een klant gaat maken om tot bij ons klant te worden? En dat missen ze compleet. Met als gevolg dat ze eigenlijk in het wilde weg aan het schieten zijn. Met als gevolg dat elke investering dat ze doen van tijd, geld, energie, dat die eigenlijk niet opbrengt, waardoor dat ze iets hebben, marketing werkt niet. Maar marketing werkt wel, anders zouden er geen grote bedrijven bestaan natuurlijk. Ja, juist. Dus, en heb je daar een strategie voor? Heb je daar een soort plan voor? Of iets, een stappenplan? Of dat je met ons kunt doen? Ik heb daar een fantastisch plan voor, dus we kunnen... Oké, geweldig. Dan mag je dat delen. Voilà. Is dat mee om... voilà, kijk, perfect. Voilà, ze. Super. Dus dat is hier... Als je dat wegdoen, dan... dat zal beter zijn. Ik ga misschien snel wat achtergrondinformatie geven, hoe dat ik daaraan kom. Je ziet er ook digital marketers staan. We zijn daar gecertificeerde partner van. Dat is een Amerikaans bedrijf die marketing consultants opleidt als het ware, om marketing te geven in bedrijven. Was voor mij ook een grote frustratie om zoveel manieren te zien om dingen aan te pakken, om daar een lijn in te krijgen. Ook voor mijn cliënten, die zagen door het bos de bomen niet meer. En ik vind deze tool is een van de krachtigste tools dat ik heb om je marketing te structureren, om daar een strategie in te krijgen, om ervoor te zorgen dat je effectief klanten krijgt uit je marketing. En ik zal het even overlopen en ik ga het uitleggen aan de hand van een relatie. Gewoon om... Altijd leutig. Voilà, altijd leutig. Maak het soms wel duidelijk. Luister goed hoe dat het moet aanpakken. Alhoewel dat dat totaal mijn expertise niet is. Allee, Jarno, kom aan. Ja, ik heb een beetje chance gehad. Dat moeten we vooral niet vertellen als je juist aan een strategieplan begint. Dat, ja. Maar op het gebied van mijn marketingstrategie weet ik het gewoon niet goed. Ah, voilà, nu wel, ja. Dus we beginnen bij de eerste fase. Dat is eigenlijk het eerste oogcontact dat je maakt. Dus je stelde voor, je gaat iets gaan drinken, je ziet iemand lopen die je wel aanstaat en je maakt oogcontact. Dan, na een beetje te drinken, raap je al je moed tezamen en ga je naar de volgende fase en je gaat een babbeltje gaan slaan. Engagement. Je bent er met de babbelen, het lijkt wel een leuke persoon. Man of vrouw, maakt niet uit. Naar gelang uw voorkeur. En na dat gesprek wilde natuurlijk niet zeggen tot nooit meer, je probeert gegevens te krijgen. Probeer een telefoonnummer te krijgen. Of een e-mailadres, maar liefst een telefoonnummer. En dat is die volgende fase. Subscribe dan, is dat dan. Subscribe. En dan de volgende fase, de dag nadien, heb je het van, tjuk, ga eens toch een keer een sms'je sturen. En je probeert een afspraakje te versieren. En gaan we naar de volgende fase, dat is de convert fase. En wat duidt dat in? Dat is de eerste date. Dus, heb elkaar leren kennen, heb een sms'je gestuurd, en dan gaan we proberen die een eerste date te versieren. He, stuur een paar sms'jes, gebel misschien een keer. Convert is dat ze aanwezig zijn op die eerste date. Tijdens die eerste date, wat gaat er dan gebeuren? Je zet je beste beentje voor. He, hebt je haar goed gekamd, goed parfum aan, hebt u een keer gewassen, propere kleren aan, je beste mopjes bovenhalen. Dat is die excite fase. Je zorgt ervoor dat de wederhelft het heeft van tju, daar zit meer in, we gaan verder. En dan komen we in die ascent fase. Wat is die ascent fase? De eerste stap ga ik geen tekeningetje bijmaken. Stel dat er kindjes meeluisteren. Maar zo gaan we altijd verder. Ach, is het daar al? Ja. Dank van die voorkeur af. Je kunt ook eerst een paar andere dates doen. Dat kan ook natuurlijk. Ja. En dan gaan we uiteindelijk naar een... Vandaar dat die stippenlijn... Excuseer dat ik onderbreek, maar vandaar dat die stippenlijnpijltjes in staan waarschijnlijk. Dat je eigenlijk een keer kunt teruggaan. Hè? Als je zegt, blijven hangen, ja. Just, we gaan nog een keer blijven hangen, we gaan nog een keer gaan babbelen, we gaan nog een keer een afspraakje versieren. Ja, okay. Hele datingproces. En dan zit weer, dan gaan we langdurige relatie aangaan, trouwen, kindjes. Het volgende slaat niet meer op je marketing, want advocate wil eigenlijk zeggen dat je wederhelft over u begint te babbelen. Om u van de straat te helpen. Dus in de marketing is dat dan klanten over u gaan babbelen, om u helpen om nieuwe klanten te doen. In een relatie gaat dat niet meer op. En promoten is dat ze effectief zorgen dat je bij andere klanten komt.
Dus in relaties uit al de scheiding zijn, dat ze zegt vriendin. Vandaar dat een advocaat daarbij komt. Ja. Die gaat dan zorgen dat je... dat je goed zit. Ja. Oké. Maar dat is eigenlijk een concept wat we moeten doen. Maar nu ga ik vertellen wat er eigenlijk heel veel gebeurt. Ja. We gaan van awareness naar ascent. Kort samengevat. Je loopt op straat. Je ziet iemand die je wel aanspreekt en wat doet. Je gaat op je knieën gaan zitten en je zegt, wil je met mij trouwen? Dat gaat natuurlijk. Je hebt een paar stappen overgeslaan. En dat gebeurt er heel veel in de marketing. We gaan eigenlijk van de eerste keer dat we gezien worden, een advertentie of iets dergelijks, onmiddellijk naar koop mij. Dat gaat als je iets verkoopt van 10 euro, van 5 euro, van 30 euro misschien ook nog. Maar een keer dat je naar de 100 euro gaat, begint al een moeilijke te worden. Tenzij dat iets is dat de mensen echt nodig hebben op dat moment. Als je water verkoopt in de woestijn en er is niemand anders, moet je daar staan, hier, awareness, het is 100 euro voor een flesje, ze gaan het kopen, want anders gaan ze dood. Dus dat is eigenlijk belangrijk en dat is de grote fout dat mensen maken in marketing. En dat is het verschil tussen strategisch versus tactisch. Strategisch gaan we gewoon een plan uitwerken. Gaan we daar online en offline gaan bij betrekken. Dat is altijd de krachtigste formule. Zeker voor producten die in een hogere prijscategorie zitten. Ja, als je wc-papier online verkoopt, ga je minder poe gaan moeten doen dan als je als consultant of zelf aan je auto's bijvoorbeeld, om te even wat. Verkoop een auto, ga je ook proberen de mensen een testrit laten doen om dan te verkopen. Dus er zijn heel veel manieren. Dus ik stel voor dat misschien een case doorloopt en dat we daar dan dieper in gaan. Ja, dat we dat misschien eens heel praktisch maken op marketingvlak. Van wat moeten we specifiek doen in de fase aware of engage of subscribe enzovoort. Ja. Nou, ik denk ook dat dat heel duidelijk wordt dan heel praktisch ook. En dat is toch een beetje de bedoeling van dit platform. Ja. Het eerste dat we moeten nadenken, en dat heb je in je andere Marketing Mondays al toegelicht, is wie is uw klant? Om te weten waar gaan we adverteren. Dat lijkt mij een voor de hand liggende, maar ik wil toch herhalen omdat dat een belangrijke is. En dan willen we gaan adverteren, we willen naar buiten komen, we willen awareness creëren. Dat kan zijn door Facebook ads, dat kan zijn op LinkedIn, dat kan zijn dat je zegt van we gaan direct mails gaan sturen naar onze ideale doelgroep. Dus dat kan om te even wat zijn. Maar we willen ergens naar buiten komen. Hier is hetgeen waar er vooral budget moet in gestoken worden. Mensen die wat bedoel je met hier? Want ik denk bij awareness. Ah, ik zie mijn pijl niet. Sorry. Ja, hier. Nu wel. Ja, oké. Okay. Ja, goed. Ja, ik zit er met zoveel schermen dat dan duur. Okay. Dus in die awareness moeten we eigenlijk naar buiten kunnen komen. Oké. Okay. Vaak is dat met Google Ads, met Facebook Ads. Dat zijn de twee couranten. We kunnen daar ook offline voor gebruiken. Heel sterk kan bijvoorbeeld zijn om een brief te sturen, om dan later telefonisch op te volgen voor uitnodigingen en dergelijke. Maar dan heb je al gegevens nodig, natuurlijk. Hè? Dan heb je al gegevens nodig. Ja. Kun die offline ook... zou ook kunnen gewoon een kaartje zijn, een simpel kaartje, of een flyerje huis aan huis, of afhankelijk terug van je doelgroep en je product. Maar iets heel laagdrempelig. Heel laagdrempelig. Awareness creëert. Ja. Voilà. De volgende fase is engagement, we willen dat gesprek aangaan. En eigenlijk om daar een term op te plakken, content marketing. We willen zoveel mogelijk informatie verspreiden. Dat kan via je website, via een blog, dat kan via Facebook, die daarnaar linkt, kan via LinkedIn, alle kanalen, YouTube. Hè. Nu zijn we momenteel aan het streamen op LinkedIn en Facebook en YouTube, als ik me niet vergis. Ja, klopt, ja. Dus we gaan een conversatie aan. We zorgen dat mensen het interessant vinden, dat ze het boeiend vinden, dat ze informatie krijgen. Dat zorgt voor verschillende zaken. 1, we gaan rapper gevonden worden. En 2, ook een heel belangrijke, is dat we voor de zoekmachines relevant worden. Dus hoe meer content dat we verspreiden, hoe makkelijker dat Google ons gaat vinden, dat mensen ons via Google gaan vinden, hoe meer dat we op Facebook gaan gezien worden, hoe meer dat we via LinkedIn gaan gezien worden. Dus we worden via verschillende zaken op die manier gezien. En dat is, dat vind ik een heel belangrijke uiteindelijk, om dat te verkrijgen. Maar die engagement, want dat is waar dan de veel mensen fout op lopen. Ze posten maar in het wilde weg, maar ze denken niet aan die volgende stap, die subscribe-fase. Dus ik probeer mijn content zodanig te creëren dat er altijd wel een call to action in zit naar die volgende stap.
Hey, je kunt wel een keer achter de schermen op Instagram iets zetten in je stories. We hebben dat en dat meegemaakt. Je kunt dat wel allemaal een keer doen. Dat is ook goed. Dat zorgt voor je branding. Maar je wilt altijd achterliggend denken van oké, maar ik wil wel dat ze gegevens geven zodat we ze naar die volgende stap kunnen duwen. Dus dat is een heel belangrijke. Dus een call to action is eigenlijk ja, overduidelijk. Er moet altijd een goede bedoeling in zijn. Allee, een, je moet eigenlijk altijd duidelijk maken in de communicatie waarom stuur ik u die communicatie of waarom toon ik het u. Doe nu dit of doe nu dat. Of contacteer mij, bel mij. Bel me, schrijf me, laat me toch iets weten. Hè. Dat is een beetje de... Absoluut. Ja, ja. Een duidelijke call to action. Okay. Ja. Ik vind dat... Het is een simpele... Maar hij wordt o zo vaak vergeten. Al doe je een simpele Facebook-post, steek er een call to action in. Want als je het niet doet, komt er sowieso geen actie. En als je het wel doet, is er een kans dat er een actie gebeurt. Dat het wel gebeurt, ja. Voilà. Ja. Dus ook al is het een YouTube-video, dat kan bijvoorbeeld zijn van subscribe, dat kan een call to action zijn. Maar dat is al een volgende stap. Of connecteer met mij via Facebook, of volg mij via Instagram. Maakt niet uit, maar het is belangrijk dat je daar wel mee bezig bent. Ja, okay. Heel veel zie je daar eigenlijk wat de mist in gaan door gewoon content voor content te produceren, maar daar eigenlijk geen gevolg aan geven. Wat mijzelf ook heel erg veel opvalt bij heel veel KMO's, en daar kunnen ze zonder enige extra kost wel een verbetering in brengen, en dat is als je een advertentie plaatst in een boekje of een lokaal krantje of wat dan ook, ik ben al niet voor advertenties, maar zwart, als je het doet... Zorg dan ook dat je daar niet gewoon een advertentie zet. Waar dat, je ziet dat heel veel. Hè, ik zeg maar iets, iemand dat badkamers doet. Die staat daar dan met een foto van zijn showroom en al zijn gegevens en zo. En that's it. Nee, je maakt daar ook een call to action van. En dat is het, bezoek onze showroom. Ja. Of vraag een voorbeeldcatalogus aan. Of gratis offerte. Of ga naar onze site en ontdek waarom dat of dat of dat. Of nog beter... de 7 tips waarom dat je, of waar dat je moet op letten bij het verbouwen van een badkamer, bijvoorbeeld. Hey, download ze gratis. En dan ga je inderdaad, dan heb je een duidelijke call to action en dan begin je gegevens te verzamelen van diegenen die toch misschien denken aan badkamers, in dat geval badkamers te veranderen of te verbeteren. Absoluut. Dus en dat kost niet meer, hè. Het is gewoon de inhoud die een beetje gestuurd is. Ja. Voilà. Dus, en ook alles met een blog dat je schrijft, dus een blog is een tekst over uw materie, want dat is een heel belangrijke. Hoe meer dat je schrijft over uw materie, hoe meer dat ook gaat gezien worden als expert. Wat mij helpt later om te verkopen. Want als ze mij al overal gezien hebben, ze hebben artikels gelezen, ze hebben lives gezien, ze volgen mij op Instagram, hebben ze al een connectie met mij, waardoor dat ik veel makkelijker ga verkopen op het einde van de rit. Dus, duidelijk. Dus positioneer je als expert. Dus, dat vind ik, wat dat ook doet. Dat ze zien van, oké, die kent er iets van, want die schrijft erover, die spreekt erover. Dan de volgende stap is subscribe. Dus we moeten iets doen om de gegevens te verkrijgen. Om dan zo verder onze relatie op te bouwen. Via e-mail, via de post, via telefoon, via events, maakt niet uit. Maar om iemands gegevens te krijgen, moeten we goed gaan nadenken. Wat moeten wij geven om dat te verkrijgen? En dat kan bijvoorbeeld, ik vind uw voorbeeld eigenlijk een prachtig voorbeeld, de marketingplanner. Dank u. Ja, maar dat is zo mooi, zo concreet. Ze geven er nog eens bij zetten ze. Voilà. En ze krijgen gratis die marketingplanner. Maar jij hebt hun gegevens. Ja, dus... ja klopt. Wel, dus te zeggen, één laagdrempelig, wat we daar letterlijk vragen, is een naam en een e-mailadres. Niet meer of niet minder dan dat. Gewoon een naam en een e-mailadres. En that's it. Dus we weten nog niet goed bij welke doelgroep dat we zitten, want ja, iedereen kan dan een keer vragen. Maar misschien is het nog niet per se voor iedereen van toepassing. Maar daar nadien komt er wel een soort selectie. Voilà. Ja. En we hebben daar ook, sorry dat ik je onderbreek, Jarno, maar we hebben daar ook, voor alle duidelijkheid, een aparte URL voor gemaakt. En dat kost niet zoveel. Hè. Gewoon een domeinnaam, gratismarketingplanner.be. Dat zegt direct alles, dat is duidelijk. Je hebt maar dat in te tikken en je zit onmiddellijk op de juiste pagina. Dus dat helpt ook. Maar we hebben uiteraard ook gewoon marketingplanner.be. Die dan veel meer vertelt, maar gratismarketingplannen.be brengt u onmiddellijk, zonder tussenstappen, naar de juiste pagina waar je moet zijn. Ja. Wel, dat is één voorbeeld. De visitor talk kan ook een voorbeeld zijn. Een webinar, mensen moeten zich registreren daarvoor. En dat is het ding van die subscribe fase. Je geeft waarde om zich te registreren.
Ja. Als we bijvoorbeeld kijken naar een bouwbedrijf, om nu een totaal andere sector te noemen, wat kan dat zijn? Vraag je offerte aan. Heel simpel. Een makelaar, een gratis schatting van je huis. Een schoonheidsspecialiste. Als je hier je gegevens geeft, krijg je een bon, zoveel euro korting, om je gelaatsverzorging te laten doen, bijvoorbeeld. Een restaurant, vult je gegevens in en je krijgt een kortingsbon of een gratis aperitief. Dus je kunt... Ja. We moeten niet altijd zo ver gaan zoeken. Het moet altijd niet zo exotisch zijn. Het kan soms heel simpel zijn, feitelijk. Wat dus... mij wel opvalt bij makelaars bijvoorbeeld, ja, op den duur doen ze het allemaal. Hè. En is gratis schatting eigenlijk ja, een beetje een verworven recht op den duur. Hè. Dus je moet wel op den duur wel meer gaan doen of op een andere manier je gaan profileren. Of geen gratis schatting doen en iets anders. Ja. Hè, want op den duur doet iedereen hetzelfde en wordt dan een beetje een norm in uw markt. Absoluut. Dus, en dat is het, je kunt daar zo creatief mogelijk in zijn. Hè. Het moet gewoon niet zijn dat mensen zeggen, oké, ik geef mijn gegevens. Hè. Wat een makelaar zou kunnen doen, bijvoorbeeld, is een whitepaper maken. 5 zaken waar je moet op letten bij het kopen van een huis. En dan gewoon praktische dingen. Let op je dak, let op vocht in de muren, in de kelder. En mensen die een huis zoeken, gaan dat downloaden. En dat is een doelgroep. Ja, dus, klopt. En dan weten zij ook van, oké, heb die gegevens? Wat gebeurt er dan na die subscribe-fase? En eigenlijk zou ik er nog een blok bij kunnen zetten, want dan gaat er een e-mail-sequence zijn of een telefoongesprek of iets dergelijks om naar de convert-fase te gaan. Wat is de convert? Is de eerste keer dat er een transactie is van tijd of geld. Bijvoorbeeld op de visitor talk, ze zijn aanwezig. Bijvoorbeeld bij de marketingplanner, ze betalen een fee, de transportkosten of de postkosten eigenlijk, om dat te krijgen. Dus dat is een eerste keer dat er een kleine transactie is, een kleine transactie, maximum 30 euro. Of van tijd dat ze aanwezig zijn op een evenement, of dat ze u vragen om tot bij u te komen voor een verder gesprek. Voor mij vanaf 4 begint eigenlijk het salesverhaal. Kun je het nog eens tonen met uw muis, want ik zie ze niet. Oh ja, sorry. Ja, vanaf 4 begint het salesverhaal. Ja, ik ga even hier dat vensterke opschrijven. Dus dat is hier mijn salesverhaal. Dat is hier mijn marketingverhaal. Dat loopt allemaal in elkaar. Hè? Maar vanaf wie is er eigenlijk... Als ze komen op een webinar, ik ga ze waarde geven. Ik ga zorgen dat ze hun best doen. En dan kom ik in de excite-fase. En like, nu zitten we eigenlijk, voor de mensen die aanwezig zijn, in de excite-fase, we geven veel waarde. We zorgen ervoor dat ze iets hebben van oké, dat is hier wel tof. We hebben veel waarde gekregen. Als we over auto's spreken, de excite-fase is de testrit. Bijvoorbeeld als ik met een Tesla een testrit doe. Hoe duidelijk kan het zijn? Hè? Voilà. Ja. Ze gaan een keer van 0 tot 100 km per uur in een paar seconden. De mensen hebben zoiets van, wow! Voilà, dat is die excite-fase. Je ziet ook zeer veel filmpjes op internet van specifiek dat fenomeen. Hè? Voilà. Dus dat is dat moment dat de mensen zoiets zijn van, aha, dat is hetgeen dat we moeten hebben. Het kan in uw webinar zijn, zoiets dat zegt van, hey, dat heeft mij getriggerd, dan willen we verder gaan. Dat kan in uw verkoopsgesprek zijn, voor zijn de bouw terug, hè, want veel KMO's zijn in bouw in Vlaanderen, in België, overal ter wereld trouwens. Dat kan zijn dat je rond dat huis wandelt en dat je zelf bepaalde ideeën aanreikt. Hey, heb je daar al op gedacht? Hey, we kunnen misschien met die materialen werken, want daar ga je in prijs beter zijn en kwaliteit zit dat ook wel goed. Ja. Dat is uw expertise gaan duiden, dat mensen zoiets zijn van, oké, we zijn klaar voor die volgende stap. Dus die convert-fase, zij zijn aanwezig. Die excite-fase is in dat aanwezig zijn, dat je dat aha-moment creëert, dat je zoiets hebt van, wauw, dat is eigenlijk wel de moeite. Daarom kiezen we voor u. En in die weg hebben ze al veel informatie gekregen. Absoluut. In die fase hebben ze al verschillende e-mails gekregen, of hebben ze al met de post iets gekregen. En hey, we zullen het er straks misschien nog hebben, maar de post is een hele super, super krachtige. Ik denk dat we dat voorbeeld nu kunnen tonen om even te duiden. Wacht, ik ga het voor alle duidelijkheid, ik ga mijn scherm terug heel even wat groter maken, als ik mag, Jarno. Dan kan ik het misschien duidelijker maken. Maar inderdaad, via de post. Vorige week kwam er hier post binnen van... van Google, begot. Het allergrootste internetbedrijf ter wereld. En die sturen gewoon post.
Je weet dat ik van drukwerk hou en dat wij uiteraard met digital printing geweldig veel bezig zijn met drukwerk. En soms moeten wij klanten overtuigen, want ze zeggen, allee, doe toch drukwerk, doe toch... En dan heb de klanten zeggen, ja, maar dat brengt toch niks op en dat kost zoveel, dit en dat. Mm-hmm. I'm very sorry, ik heb het niet gezegd deze keer. Maar als het allergrootste internetbedrijf ter wereld, Google, als die drukwerk inzetten voor hun eigen business te promoten, wie ben ik dan om te zeggen dat het niet marcheert? Absoluut. Dus wie zet jij dan om te zeggen dat het niet marcheert? Als zij zeggen dat het marcheert, als zij het doen, hè, kan ik u garanderen dat het marcheert. En dat het wel zal opbrengen ook, anders zouden ze het niet doen. Dus drukwerk marcheert gewoon, punt. Ik heb het niet gezegd, zij bewijzen het. En het is het groot. Allee, kun je dat inbeelden? Hetzelfde met bol.com, Coolblue, die sturen boekjes naar hun klanten. De catalogus, de speelgoedcatalogus van bol.com. Een bijzoeken, hè? Prachtig voorbeeld. Mm-hmm. Tegen het einde van het jaar ligt heel de Colruyt. Nee, de Colruyt niet, want dat is Dreamland. Maar je kunt, weet ik veel, je kunt overal die catalogus gaan afhalen. Dat ik denk, allee, hoe is dat nou mogelijk? Mm-hmm. Die hebben het tenminste begrepen. En dat is een internetbedrijf, begot. Dus om die mensen naar hun internetsite te krijgen, drukwerk, drukwerk, drukwerk. Ik ben niet de enige dat zegt, blijkbaar. Maar ze doen het, dus het marcheert. Voilà. Absoluut. Trek er conclusies uit. Hey, wij kunnen u uiteraard kunnen u helpen met alles wat dat drukwerk is. Digitalprinting.be, één adres. Hey, maar, maar ja. Absoluut. Geef mij nu toch even de mogelijkheid. Ja, absoluut. Dus, call to action. Moet ik er gebruik van maken. Maar uiteindelijk wat doen ze... Terug naar uw schema. Voilà, ze hebben die gegevens gegeven, Google. Ze geven een bon. Vanaf dat jij die een bon invoert, die kortingscode... Gaan zij ervan uit dat je tevreden bent van het resultaat van een Google Ads en dat geklant wordt? Dus ze volgen het schema tot op de letter, feitelijk. Dan, als ze tevreden zijn, dan kopen ze. En hier is het eigenlijk essent de eerste keer dat ze klant worden. Dus ze hebben de transactie gedaan, maar dan stopt het verhaal niet. Dan willen we ze gaan upsellen. We willen dus eigenlijk dat een klant langer klant wordt, door ze meer waarde te bieden. Dus altijd denken, hoe kan ik meer waarde bieden aan mijn klanten? Niet hoe kan ik ze verder in het zak zetten, hè, want dat zijn niet goed bezig. Maar wat kan ik meer doen voor mijn klanten te helpen? En als je zegt van, ja, maar Arno, ik verkoop een huis, dat is maar eenmalig. Oké, maar wat kunnen meer doen om waarde? Ik heb zo cliënten gehad, om terug naar de makelaar te gaan, die samenwerken met verhuisfirma's. En op die manier meer waarde gaan bieden. Omdat zij bij de regelen dezelfde verhuis met onze firma. Hup, met joint ventures. Dus je kunt gaan denken in partners, je kunt gaan denken in samenwerkingen, je kunt gaan denken van hoe kan ik doorverwijzingen stimuleren. Er zijn zoveel manieren om meer waarde te creëren voor je klant. En dat is eigenlijk die fase. Als we meer en meer waarde creëren, om te even welke manier, gaan we merken dat klanten over u beginnen babbelen. En ze zijn tevreden over u, ze gaat u mond-aan-mond reclame stimuleren. Je kunt daar incentives aan koppelen. Stuur een klant door naar mij en je krijgt iets. Dat kan een korting zijn, dat kan een pakketje zijn, dat kan om te even wat zijn, wat dat voor u gemakkelijk is. En als uw klanten echt fan worden, gaan ze u bewust gaan promoten. Dat zijn de mensen die niet alleen bij hun vrienden gaan, maar die echt overal waar ze komen over u beginnen babbelen. En uw marketing, en daarom zet hij aan dat schema, moet eigenlijk gemaakt zijn om elke stap een push te geven. We kunnen bijvoorbeeld bepaalde advertenties laten lopen naar onze bestaande klanten om je nog verder te promoten met bepaalde incentives. We kunnen bestaande klanten een upsell via onze advertenties gaan doen of via onze mailinglist of via om te even wat. Hey, alle kanalen die we ter beschikking hebben. Als ze in die fase zitten, kunnen we bepaalde advertenties doen of kunnen we ze bepaalde dingen toesturen, extra. Bijvoorbeeld, na een salesgesprek, een briefje met de post sturen. Bedankt voor het gesprek. Ik heb nog dat en dat opgezocht. Al die dingen om extra waarde te creëren. Dus, en als je dit bekijkt, de meeste mensen zien dat en denken, ah ja, logisch. Maar hoe ik dat benader is, elke stap wil ik optimaliseren. Hoe kan ik er nog meer waarde geven aan mijn klanten? Hoe kan ik bij die excite-fase nog meer geven? Hoe kan ik ervoor zorgen dat er nog meer mensen op de afspraak komen om nog meer waarde vooraf te geven? Hoe kan ik nog meer geven om hun gegevens te krijgen? Hoe kan ik hier in de engagement-fase nog meer geven dat ze geïnteresseerd zijn om verder te gaan? Ik hoor u heel graag zeggen het woord waarde in de mond nemen, want waarde is inderdaad iets dat
wel waardevol kan zijn voor uw klant en dat niet per se geld, letterlijk geld, moet kosten aan u hè, als ondernemer. Want daar heb ik altijd een beetje, als ik met ondernemers spreek, zeg ik, ja, maar ja, je kunt toch niet alles weggeven? Nee, natuurlijk kun je dat niet. Maar je kunt wel waarde brengen. En waarde is inderdaad iets wat dat je zelf al bezit. Dat gaat over kennis. Waarmee dat zij iets kunnen, waarmee dat je klant bijvoorbeeld iets kan uitsparen. Dat gaat over een extraatje, inderdaad. Dat kan een korting zijn. Maar korting is, ik zal nooit kortingen aanraden, maar wel iets bijgeven bij een aankoop. Dat kost het u al veel minder dan dat je puur 10% korting zou geven, want je geeft gewoon 10% van je marge weg. Ja, absoluut. En dat is een beetje, nou, dom mag ik niet zeggen, maar dat is een beetje onhandig. Ik zal het zo noemen. maar je kunt beter een waarde bijgeven. En ik heb daar ooit eens een schema van gemaakt. Ik kan het heel kort samenvatten. Als je 1000 euro wil verkopen, en je zegt, ik geef 10% korting, ja, dan geef je eigenlijk, dan ontvang je maar 900 euro. Je geeft 100 euro letterlijk weg. Ja? Als je diezelfde 1000 euro wilt ontvangen en je zegt, kijk, als je bij mij koopt en je betaalt 1000 euro, dan krijg je er eigenlijk iets waardevol bij. Misschien wel voor 10 of 15% van de waarde. Hè? Dus je krijgt een waarde van meer, van laten we zeggen, ook diezelfde 10%. Je krijgt 1100 euro aan waarde en je betaalt er maar 1000 euro voor. Het grote voordeel is dat die extra 10%, die extra 100 euro, die kost u geen 100 euro. Maar als je ze weggeeft, kost ze u wel letterlijk 100 euro. Dus geef gewoon waarde extra. Dat kan een waardebon zijn van 100 euro bij je volgende aankoop of bij minimum besteding van iets anders. Of dat kan zijn, ja, alleen noem het op. Het kan niet zijn dat bij je product hoort die je al koopt ter waarde van 100 euro. Maar nog eens, ter waarde van 100 euro. Jij zult dan nooit geen 100 euro aangekocht hebben. Je verkoopprijs zal 100 euro zijn. Dus het kost je altijd minder en het is altijd zeer waardevol, want het hoort erbij, het doet iets extra. En het zorgt voor een net extraatje voor uw klant. En bottom line is, je blijft diezelfde 1000 euro ontvangen. En dat is waardevol. Hè? En je legt dan ook, bijkomend voordeel is, je legt de nadruk niet op prijs, maar op waarde. Hè? Als je zegt 10% korting, dan spreek je weer over prijs. Als je zegt, ik geef er u 10% bij, dan krijg, of iets extra, iets ter waarde van 10%, dan geef de waarde. En dat is eigenlijk, het woord zegt het zelf, veel waardevoller voor uw klant dan dat hij even een short, kort plezierje heeft gehad aan die 100 euro of aan die 10% in mijn voorbeeld minder uit te geven. Absoluut. Ik heb een cliënt gehad, een schilderbedrijf, of ik heb hem altijd een cliënt. Ja. En die, is, die heeft eigenlijk, nadat hij het werk gedaan heeft en hij moest de factuur gaan brengen, had hij altijd een flesje champagne mee. Om te zeggen, kijk, bedankt voor de goede samenwerking. En door dat alleen te doen, het aantal mond-aan-mond reclame dat hij heeft gestimuleerd, was gigantisch. Gehele regio. Het mens zit, hij is van alleen naar 6 man personeel gegaan. En hij zit nog altijd 6 maanden vol op voorhand. 6, 7 maanden vol op voorhand. Dus ik ga niet zeggen... En zijn factuur zou misschien sneller betaald zijn ook. Ja, en heel die relatie eindigt niet met een verzuurde pil, maar met een feest. Want hoeveel eindigt... In elk werk is er soms wel een keer een moment dat je zegt van oei, we hebben hier een foutje gemaakt of dit en dat. Tuurlijk. En dat is met de mantel der liefde. En de mensen waarderen dat. Degene die mij een airco geplaatst heeft hier, ook, hij heeft een doosje pralinen achtergelaten. En mij bedankt voor de samenwerking. Zij zijn van die kleine dingetjes dat ik zoiets heb van leuk. Want ja, wie ga ik dan promoten voor airco's? Eén, het is goede kwaliteit. Het is goed geplaatst. Maar dat extraatje, dat toont u nog dat menselijk factorje erbij. In plaats van, we zijn hier afkomen plaatsen tot nooit meer. Zo van, oké, super. Ja, dat is wel de max. Want het is een heel leuk voorbeeld, omdat inderdaad, anders krijg je in de transactie, krijg je factuur en je zegt, ja, ik zal ze wel betalen. Maar dan stel je een keer voor, inderdaad, dat die schilder langskomt met een flesje champagne. Ik vind het een zeer mooi voorbeeld. Ga je onmiddellijk dezelfde week nog die factuur betalen zonder zeven en gedaan. Zelfs al was er hier of daar een klein lekje. Maar bovendien, als er iets mis was, heb je ook de kans om het live te vertellen. Voilà. Dus ik vind het een prachtig voorbeeld. Ja. Voilà. Plus ook, als je op dat moment nog vraagt van hey, kun je op Google een keer een goede review geven? Of een review geven? Je hebt juist een fles champagne gegeven. Die fles champagne kost je 7 euro. Je hebt een goede review bij, dus je kunt er zoveel extra mee bereiken. Ja.
gewoon door het idee, hoe meer dat je geeft, hoe meer dat je krijgt. Ja, ja. Dus dat is een mooi voorbeeld, ja. Super. Super, ja. Dus, maar ja. Jarno, jij geeft ook, hè. Jij geeft nu natuurlijk ook waarde, hè, maar jij geeft ook op donderdag 23 september, want het is niet meer zo lang, hè, jij eigenlijk ook een evenement. Kun je daar net iets meer over vertellen? Ja, dus dat is Business Success Blueprint Event. Dat is een dag waarde geven feitelijk. Wat gaan we zien? In de voormiddag gaan we dieper ingaan hoe dat ons denken, onze acties bepalen en onze acties ons resultaat. Dus ik heb zoiets van, als je resultaat wilt veranderen, het eerste dat je moet veranderen, sowieso is je manier van denken. Want als je blijft denken, gelijk dat je altijd dacht, ja, dan gaat altijd dezelfde de acties doen en altijd dezelfde resultaten halen. En heel veel ondernemers voelen dat ze aan een glazen plafond zitten. Ze hebben het gevoel dat ze er niet meer door geraken. Wat dan ze ook proberen. En ik weet, als we je denken kunnen aanpassen, dat je dan door dat glazen plafond kunt schieten. En de namiddag gaan we dieper in op strategie. Een beetje wat we nu gezien hebben, nog wat verder uittypen. Want dat is een hele namiddag dat we dan over bezig zijn. We gaan ook kijken naar cashflow-strategie, van hoe gaan we onze cashflow optimaliseren. Een beetje sales, ook ons driejarenplan en zo. Al die zaken komen in de namiddag aan bod. Dus de bedoeling is dat je een plan hebt om je bedrijf weer naar de volgende level te doen op die een dag feitelijk. Dus we gaan superveel waarde geven, lange dag. Veel informatie, veel oefeningen. Het is zeer praktijkgericht, concreet voor iedereen. Dus, ja, voilà, heel praktisch ook, ja. Ja, dat is altijd de bedoeling. Ja, okay. Dus, en zijn er minima qua vereisten van bedrijf? Ik bedoel, moeten met een aantal mensen werken? Of wat zijn daar de geplogen dingen, zal ik maar zeggen? Nee, de minima is dat je ambitieus bent en de goesting hebt om te groeien. En dat je... ik denk dat je het meest aan hebt als je zo al een jaar bezig bent. Maar zelf al zij de starter, zij de uiteraard welkom. En mijn ideale doelgroep, om het zo te zeggen, heeft vanaf 0 man tot een man of 10, 15 man personeel. En alles daartussen. De meeste zitten zo 2-3 man. Dat is zo wat mijn vijver waar ik ook het meest verstand van heb. Waarom 15 man, vanaf dat je boven die 20 gaat, komt er naar middenmanagement. Komt er andere structuren aan bod en dergelijke. Ik heb wel een aantal klanten die in dat spectrum zitten, maar die een dag is echt wel bedoeld voor de kleine KMO's, zeg maar. Ja. Maar vooral de goesting en de ambitie om te groeien en dingen te veranderen. Als je tevreden bent met alles wat je hebt en je wil niets verbeteren, je kunt komen, zij welkom voor te netwerken en zo, want er is altijd een netwerkmogelijkheid ook. Maar ik denk dat u zeker gaat triggeren om vooruit te gaan. Top. En waar gaat het door? Het is in Gent, eigenlijk Marja Kerke, vlak naast Gent, in de Vinoscoop. En dat is een mooi gebouw. Er is parking daar. Het is zeer lekker eten ook, 's middags. Okay. Praktisch, heel goed. Ja. Heel goed. En wat is de kostprijs voor een hele dag? Dus €97, exclusief BTW. Dus dat is eigenlijk quasi de kostprijs van wat het mij kost om mensen daar te kunnen zetten. Maar... zoals gezegd, ik geloof, hoe meer dat we geven, hoe meer dat we uiteindelijk ook gaan krijgen. Verwacht geen één groot verkoopsverhaal, absoluut niet. Verwacht gewoon zeer veel waarde. De max. En je kunt dus inschrijven op jarnodesmet.be. Het gaat door op donderdag 23 september, een hele dag, dus van 's morgens 9 uur. De max. Wij hebben natuurlijk een cadeautje ook gekregen, moet ik zeggen, van Jarno, want wij mogen mensen uitnodigen. Ik ga even... deze afzetten. Voilà, dat maakt het misschien iets praktischer terug. Voilà. Dus je kan gewoon inschrijven op het event jarnodesmet.be. En wij mogen van Jarno die €97 schrappen, helemaal naar nul. En dat is natuurlijk heel tof. Voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn, zou ik even vragen voor een mailtje te sturen naar winst@marketingplanner.be en dan bezorgen we u een kortingscode waarmee dat je de volle €97 terug herleidt naar nul en dan kan je gratis aanwezig zijn op het evenement van Jarno op donderdag 23 september. Voilà. Dus een klein mailtje naar winst@marketingplanner.be en dan bezorgen we u de kortingscode of de promotiecode voor dit event. Voilà. Super, Jarno.
Heel tof om dat even te verduidelijken. Het was ook super overzichtelijk, moet ik zeggen. En zo hebben we het graag, hè, want dat maakt het heel praktisch, heel laagdrempelig voor iedereen. Iedereen kan zich daar wel iets bij voorstellen. En dan wordt het ook makkelijker en dan gaat er misschien ook sneller iets mee doen. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Ja, voilà. Wat zijn de grootste uitdagingen die jij tegenkomt bij ondernemers, als ik dat juist nog mag vragen? Wat zijn zo de dingen waar dat je opvalt? Want ja, daar is de grootste bottleneck in heel dat schema. Ik denk de juiste klant te vinden. En sowieso eerst al dat plan maken en gewoon uitvoeren. Ik denk dat daar al mee begint. Ik denk dat de meeste, like dat ik zei, veel te ad hoc zijn. En ook, mag je dat misschien niet zeggen, maar er zijn weinig communicatiebureaus. We gaan het onder ons houden. Voilà, we gaan het onder ons. Weinig communicatiebureaus die op die manier denken. Want ze willen bijvoorbeeld een website verkopen, ze willen bijvoorbeeld wat advertenties verkopen, maar heel weinig wordt er strategisch over nagedacht. Met als gevolg dan de mensen dat dan volgen, ze betalen soms heel veel geld en weinig resultaat. En dat vind ik persoonlijk zeer frustrerend. Dat is vervelend. En ik denk dat dat de bottleneck of de grote valkuil is, dat mensen de moed wat verliezen, omdat ze zeggen van oké, we hebben nu al zoveel geld in onze marketing gestoken, het heeft gewoon geen bal opgebracht. Ik heb een cliënt gehad, 100.000 euro per jaar, het was ook een kleine KMO, spendeerden die in marketing, en we hebben gekeken van waar naar zijn klanten kwamen. Allemaal kwamen ze van het eigen netwerk en van vroegere klanten die terugkwamen. Oh, dus dan vraag je af, die 100.000 euro, waar is dat naartoe gegaan? Ja. Veel mensen hebben in een ander gevreven, maar het heeft gewoon 0,0 euro opgebracht. Het zal wel een beetje, maar alleen met 5.000 euro ging je het ook wel gedaan hebben dan. Waarschijnlijk. Dus om maar een idee te geven, denk dat gewoon al dat strategisch inzicht, dat al bij veel mankeert. Als ze dat al hebben, dan kun je ook heel snel, als je met een bureau werkt, doorhebben van oké, werken die strategisch of tactisch? Werken ze tactisch, salut aan de kost. Werken ze strategisch, hier gaan we mee verder. Ja, je moet er natuurlijk als ondernemer eerst zelf wel voor openstaan. Om even langere termijn te denken. Absoluut. En daar proberen we natuurlijk wel, ook terug met de marketingplanner, een oplossing te bieden. Ik geef u heel graag een voorbeeldje van de marketingplanner. Ja. Deze is nu van de huidige nog, die van 2022 is ook al volledig klaar natuurlijk. En zelfs die van 2023. Maar daar gaan we nog niet mee belasten. Maar de bedoeling van de marketingplan is natuurlijk wel om even verder te kijken dan alleen maar vandaag en de komende weken. Maar gewoon op 12 maanden, als het kan, vooruit te plannen. En dan kan je natuurlijk op een heel makkelijke manier op 12 maanden ook doelen stellen, acties maken en dat inplannen. En een keer dat die op 12 maanden zijn gemaakt, dan gaan we dat herleiden naar kwartalen, 3 maand, om dan per maand hele specifieke acties te bepalen en uit te werken. Maar ik overloop wel even graag nu al, want we zijn nu 6 september, school is terug vol een bak bezig. We hebben het vandaag niet voor niks over strategie, om een beetje een plan te maken. En ik overloop even graag de evenementen waar je toch moet opletten de komende weken en de komende maanden. En de eerste is natuurlijk de donderdag. Deze donderdag doen we een visitor talk, waar dat we uiteraard alles gaan vertellen waarom dat zo belangrijk is dat je als externe, als visitor, een keer naar je onderneming kijkt. En dat is een heel belangrijk item. En ik nodig u graag uit op de visitor talk. Dat gaat door deze donderdag 9 september 's middags om 12 uur. Je moet u niet eens verplaatsen. Je kunt van achter je computer gewoon live meevolgen en interactief zijn. En als je nu nog vandaag of morgen inschrijft, kunnen we ook nog een visitor talk box opsturen. En dat sturen we volledig gratis. Dat is een doosje waar allerlei informatie in zit, waarmee dat je de visitor talk nog vlotter kunt volgen. Mijn excuses voor mijn stem. Het zit een beetje vermoeid of een beetje een kriebelen, maar ik kan er niet veel aan doen. Het is geen corona. In alle geval, de week nadien, de volgende maandag,
is het de dag van het positieve denken. En ik vond dat eigenlijk een hele leutige, want je weet ondertussen wel dat wij vrij bezig zijn met mensen op een positieve manier te laten kijken naar hun business. En we hebben niet voor niks die goed bezig. Kaartjes en bordjes en noem het maar. We hebben het. Maar als het gaat over positief denken, en Jarno, je hebt daar straks even het voorbeeld aangehaald. Je kunt wel positief denken, maar je moet er ook mee vooruit. Je moet er iets mee doen. Hè. Maar het is wel een dag van het positieve denken. Volgende maandag, de 13e. En dan gaan we het ook in de eerste stap hebben over uw onderneming. We gaan in de volgende 6 weken gaan we eigenlijk de itemjes uitlichten die we ook in de Visitor Talk bespreken en ook in de One Day Workshop en dergelijke. 6 stappen waarmee dat we eigenlijk uw marketing een boost gaan geven en je kunt gewoon inschrijven in de Visitor Talk voor de Visitor Talk via boostjemarketing.be. De link staat hier even onder uitgelegd. Daarna zitten we eigenlijk al in de drukke week van 20 september. En dan hebben we uiteraard hebben we het dan over de markt in de Marketing Monday. Maar die dinsdag is het de beurs van Lex en die was vorige week. Nee, het is al 2 weken geleden. Ongelooflijk hoe snel dat de tijd gaat. Lex was 2 weken geleden aanwezig. En op dinsdag 21 september gaat de beurs van Lexcellent door in Lommel. Je kan inschrijven via 3920.be/beurs. He, dat is de 21ste. En in diezelfde week hebben we natuurlijk de 23ste het evenement van Jarno. Over strategisch denken en zijn business blueprint event, denk ik dat het noemt. Ja, dat is om de blueprint te maken. He. Voilà, van uw business. Dat is de 23ste. En dan hebben we de week nadien hebben we het dan uiteraard over stap 3, doelen maken. En dan zitten we al in begin oktober, en dat wou ik u zeker niet onthouden, en dat is het weekend van de klant. Het weekend van de klant georganiseerd nationaal, door Unizo, of toch zeker in Vlaanderen. Unizo organiseert dan het weekend van de klant. Elk jaar opnieuw, het eerste weekend van oktober. Vroeger was dat dag van de klant, nu is dat weekend. Daar wordt best wel wat heisa rondgemaakt. Dus als je zelfstandig bent, zorg dat alsjeblieft dat je daarmee meedoet. Zorg dat je iets hebt voor je klanten. Kondig het vroeg genoeg aan. Contacteer ons als je nog niks hebt. We willen gerust een keer meedenken over dingen die je kunt doen. Toffe dingen, ook voor waarde te geven. Je moet niet alleen cadeau weggeven dat je geld kost. Nee, hang daar iets aan vast. Zorg dat je waarde brengt naar de markt. En niet alleen geld weggeeft. Heel belangrijk. Dus het weekend van de klant, het eerste weekend van oktober. 2 en 3 oktober is dat. En als je daar niet wil aan meedoen, of als je daar ook wil aan meedoen, hè, want dan gaan we al snel opschuiven naar eind november, en dan zijn er vallen nog een paar vakanties tussen begin november. Maar eind november zitten we met, op vrijdag 24 november is het al eerst Black Friday, en dan een weekend, en dan Cyber Monday. En dat hangt altijd een beetje samen. En ik moet wel zeggen dat Black Friday vooral een enorme boost heeft gehad de laatste 2-3 jaar, hebben we dat gezien, bougeren. Dus ik verwacht daar dit jaar zeker gigantisch veel communicatie over. Black Friday, vrijdag 24 november. Noteer het nu al in uw agenda. En zorg er dus voor dat je ver genoeg op voorhand nadenkt over acties, dat je dat probeert goed voor te bereiden, dat dat niet een one-shot is, want dan gaat dat evengoed, gaat er veel energie in steken, alles last minute, gaat veel stress hebben, veel tijd, veel stress, en veel geld insteken voor weinig resultaat. En het gaat je demotiveren om het te blijven doen, en dat mag niet de bedoeling zijn. Je moet juist gemotiveerd geraken om op lange termijn dingen te doen en acties te herhalen, zodat het automatisch een beetje een momentum creëert en dat begint te lopen. Wij zitten nu, ik zou het moeten nakijken, ik denk ongeveer in de 20ste week. Elke maandag, Marketing Monday is live. We zijn voor de zomer begonnen. We hebben ook elke week dat continu volgehouden. Ook tijdens de zomervakantie. Dat is super belangrijk. En we merken daar nu stilletjes aan dat daar de vruchten van komen. We worden overstelpt eigenlijk nu. Het kan ook met de periode te maken hebben. Maar het zijn alle kleine druppeltjes die de emmer doen vullen altijd. Het zijn alle kleine beetjes die helpen. Dus werkt gewoon, maakt echt gewoon werk van je marketing. Ik zeg het meest laagdrempelige. De meest laagdrempelige manier is gewoon de gratis marketingplanner downloaden. En je kunt er onmiddellijk mee aan de slag. Je kunt ook gelijk welke marketingplanner gebruiken, voor alle duidelijkheid. Je hoeft die van ons niet te pakken. Hè? Zeker niet. Er zijn er duizenden te vinden. Het voordeel van onze gratis marketingplanner is dat hij overzichtelijk is. Hij behelst de volgende 12 maanden en is altijd up-to-date. Je moet vooral niet wachten op 1 januari om van start te gaan.
met de nieuwe voornemens. Ah ja, we gaan wachten op 1 januari. Nee, doe dat niet. Start gewoon downloaden en nu. En je zult nu al kwartaal 3 en 4 van dit jaar vinden en kwartaal 1 en 2 van volgend jaar. Dus je kunt starten op gelijk welke moment en dat is wel een belangrijke. Als je zegt, morgen ik wil ermee van start, of ik wil, inderdaad, ze hebben mij een beetje geïnspireerd en ik wil van start gaan, contacteert Jarno, contacteert mij. Je kunt altijd bij ons terecht voor extra vragen of waar dat je ergens mee zit. Wij zijn altijd bereid om te antwoorden, ook als je geen klant zit, om te antwoorden op vragen, zodanig dat je ermee aan de slag kunt. Wij willen inderdaad gewoon helpen. Ondernemers helpen om aan marketing te doen op een heel laagdrempelige manier. En wij, zowel ik als Jarno, zetten daar verschillende kanalen voor in om u daarvan bewust te maken. Voilà, en ik denk dat dat het een klein beetje samenvat, Jarno. Misschien dat jij nog een laatste woordje wil zeggen voor de kijkers, waar dat ze misschien specifiek moeten op letten als ze daarmee aan de slag willen gaan, of waar dat ze nog extra informatie kunnen vinden. Ik laat u graag nog even het woord uiteraard. Ja, dus ja, als je er meer informatie wilt, ja, denk 23 september zeker aanwezig zijn, of je mag me ook altijd mailen. Let er gewoon op, als je het laat doen, dat je goed luistert of ze een strategie hebben die daarbij aansluit, want mocht weten, die dingen die ik hier vertel, die zijn getest op duizenden ondernemers, of misschien zelfs miljoenen, want het is wereldwijd. Dat is hetzelfde gelijk met een relatie aangaan. Ja, je moet eerst oogcontact maken vooraleer dat je met iemand begint te spreken. Zo simpel. Hetzelfde is met heel het marketingverhaal. Je moet die stappen volgen op een of andere manier. Dus denk eraan, maak eerst je plan vooraleer dat je eraan begint, vooraleer dat je begint uit te voeren. Dat je niet een telefoon krijgt van de een of de andere, ah, wil dat adverteren in mijn boeken? Oh ja, misschien wel. Nee, past dat in je strategie? Al dan niet. Past het niet in je strategie? Dan is het simpel, nee. Past het wel in je strategie? Maar dan ga jij die mensen gaan contacteren met wie dat je eigenlijk wilt werken om je strategie te volbrengen. Dus okay, top. Neemt een tijd om na te denken, neemt de tijd om je plan uit te werken. En dan, hey, de marketingplanner sluit er perfect bij aan, want er zit er altijd een timing in van hoe en wat bijvoorbeeld. Absoluut. Oké, de Max. Helemaal top. Dankjewel, Jarno, voor de bij te willen zijn. Hey, dat was heel tof, heel aangenaam en heel natuurlijk, en zo moet het eigenlijk, hè? Heel laagdrempelig, voilà. Dat de mensen daar echt iets aan hebben. Wij zien elkaar sowieso, want ik kom ook uiteraard naar uw event. Super. Op donderdag 23 september. Voilà, lieve ondernemers, wij hopen van u uiteraard deze week alweer te hebben geïnspireerd met deze Marketing Monday Live. En wij hopen dat je er ook volgende keer bij bent. Schrijf gerust in voor de evenementjes die plaatsvinden en deze week, donderdagmiddag, onze visitor talk. En je kan uiteraard gratis inschrijven via boostyourmarketing.be. Voilà, ik hoop, en Jarno ook, u met deze sessie te hebben geïnspireerd. En wij hopen dat je daar iets aan hebt. Dat je er ook absoluut mee aan de slag gaat. Dat is uiteraard belangrijk. En dan zien we elkaar zeer binnenkort opnieuw, of misschien wel live. Tot ziens. Dag. Ciao.